Weet jij het verhaal van die Monnikse treinkaping? Als jullie nog even tijd hebben. Nou, wat er gebeurd is. Die katholieke kerk, of die antichristelijke meuk. Wij hier in Nederland konden ontzettend goed boten bouwen. En we konden ook heel goed Duits. Dus die Duitsers, die zaagden al die bomen om. We hakten die bomen om, whatever. Die werden in de Rijn gegooid, of wat voor rivier dan ook. We dreven allemaal naar Amsterdam. En wij hakken, tjakken, 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 tjakken. Dat is ook zo'n spreekwoord, spijkers op laag water zoeken. Want als het eb werd, dan moesten de jongens die dus getimmerd hadden, alle spijkers die ze verloren waren, uit het zand halen. Nou, wij al die boten gebouwd. Ontdekten we daar op die eilanden, dat waren de Molukken, de Molukse eilanden, daar zat een vechtersmentaliteit, clan. Die heel moreel zijn trouwens. Nou, en die hebben ze gebruikt in de strijd tegen van alles. Toen hadden ze geen geld meer. Dat was het einde. Kregen die politie. Oh, die politionele acties. We zijn ook naartoe gegaan. Hè? In 46, 48. Nou, toen werden wij daar gewoon uitgezet door een of andere heerser. En die Molukkers die wij gebruikt hadden om die Indonesiërs te bevechten, die waren hun leven niet zeker. En hun is dus beloofd van, nou, kom maar mee naar Nederland, eventjes, en dan mag je weer terug naar de Molukken. Ja, maar daar wil niemand niet meer naar terug, hè? Die mensen zijn hier schandalig behandeld. Zeker willen die terug. Zeker willen ze dat. Tuurlijk willen ze dat. Het is toch hun... Ja, dat zijn hun voorvaderen, dat hun dinges. En het leuke is, die mensen hier, die zijn allemaal gelovig geworden. Een deel is protestants geworden, een deel is moslim geworden. En misschien zijn, ja, dat is ook katholiek natuurlijk. Maar die mensen is niet gegeven wat ze was beloofd. Het was eventjes naar Nederland. Die mensen die zijn gestald in kotjes. En dat zou je momenteel je fiets nog niet inzetten. Dat heb ik gewoon letterlijk gehoord van een jongen die er opgegroeid is geweest in die tijd. Dat is niet zo leuk hoor. Nou, en zoiets, en dit denk ik eigenlijk van ja, want die hebben, oh, en wat ze dus gedaan hebben in de jaren 70, en dat is ook niet zo vreemd, dat ik dus bij dat treinspoor lag en dan 's morgens om 6 uur. En ik had pas 3 uur geslapen, want er was een feest geweest en ik zou slapen bij mijn vriend. En 's morgens om 6 uur hoor ik een enorm gedonder en ik denk, hoe kan dat nou? Ik keek zo naar buiten en er was een blauwe lucht. Dat waren de F-16's van McDonnell Douglas, die vliegtuigen. En die hebben de hele boel aan rot geschoten, man. Want die jongens hadden een trein gekaapt. Gewoon om te zeggen, er is ons iets beloofd. Wij mochten een eigen staat, net als Eric John Phelps. Wij mochten een eigen staat. We hebben gevochten voor jullie en wij zouden een eigen staat krijgen. En waar is die dan? We hadden een president in ballingschap. En voor de rest gewoon je mond houden. En ja, en ze waren dan een bruino. En ja, ze konden de talen misschien ook niet heel zo goed. Die mensen scoren niet heel hoog qua IQ. Dus ze worden altijd afgeracht door de eerste beste blanke wijsneus. Daar krijgen die jongens ook genoeg van. Hun was wat beloofd. Dus ik denk echt van, nou, we moeten die treinkaping overnieuw doen. Maar dan leggen we heel Nederland plat. Even een kaartje maken van Tilburg naar Breda. Oké, die gaat uit. En het enige wat je hoeft te doen, is dat je tegen iedereen die in de trein zit, geef je een kwart van een A4'tje, dubbelzijdig bedrukt. En op de voorkant staat, dit is een treinkaping. En op de achterkant staat, hou je stil. Anders vallen er doden. Meer hoef je niet te doen. Dan valt alles plat. En niet uitstappen, dat soort dingen. Alles plat. En die Molukse mensen krijgen gewoon terug. Want ze hebben gevochten voor ons. Ze hebben zelfs dingen gedaan die eigenlijk niet mogen. Maar dan nog. Geeft die mensen hun eigen land terug. Al is het maar in gedachten. Want ik denk heel veel Molukse mensen, zoals jij zegt, willen eigenlijk helemaal niet terug naar het eiland Kei. Die willen liever hier zitten. Maar geef ze dan hier een stuk land. Ook hier in de buurt van Assen, dat weet je wel, hè, waar Assen ligt, bij Groningen, daar bovenin. Ja. Ja, hadden ze een eigen wijk, ja, en die wordt ook helemaal
geëmigreerd met allerlei lui. En die mensen zitten zo van, waar is mijn land? En ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik ga ervoor zorgen dat die Molukkers hun eigen land krijgen. Krijg ik misschien ook wel mijn eigen land. Iedereen zijn eigen land. Kom op. Hou op met die rare dingen. Beloofd is beloofd. Dat is een tautologie. Dat is eigenlijk een belediging als ik het tegen je zeg. Maar belofte maakt schuld. Laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Beloofd is beloofd. En onze regering heeft dat beloofd. En dan geeft die jongens gewoon... De regering kan alles beloven wat ze maar wil. Die gebruiken mentale reservatie. Wat bedoel je daarmee? Mentale reservatie? Mental reservation. Van de Jesuiten. Je mocht elke eed gaan zweren. Oh. En de paus zal je vergeven als je die eed aan het breken bent. Aha. Als het de kerk ten goede komt. Aha. Het doel heiligt de middelen. Ja. Wat denk je waarom al die politicus, bij wijze van spreken, de Amerikaanse president bijvoorbeeld, of ook de Nederlandse minister-president, hun eed gaan afleggen dat ze het land en het volk gaan beschermen van het kwaad? Die menen er nog geen woord van. Dat is omwille van dat ze mentale reservatie gebruiken. Ze zeggen dat in het openbaar, maar ze weten in het binnenste van, ik ga dat lekker niet doen. Mm-hmm. En ik ben daar ook niet verantwoordelijk voor, want ik gebruik mentale reservatie en ik word vergeven door de paus, omdat ik handel in het beste interesse voor de kerk. Man, wat is het? Ja, je hebt natuurlijk gelijk. Ja, spijtig genoeg, maar zo is dat. Ja, nou, spijtig genoeg, ja. Zo is dat. Dat is mentale reservatie, mental reservation, daar heb ik al voorgesteld in The Rulers of Evil in de tijd, daar sprak ik daar al over, als ik daar in Engels voorgelezen heb en ook als ik in Duits die samenvatting gedaan heb, denk ik. Mm-hmm. En dat is iets, daar komt altijd wat terug. Dat is, die mentale reservatie is een zeer groot probleem. Je hebt, kijk, als je een keer leest, The Coronation Oath, mm-hmm. ja, de eed die de Engelse koningen en koninginnen moesten afleggen om de troon te bestijgen. Ik heb daar toch een lezing over gedaan. Is dat niet in All Roads Lead to Rome? Dat zou kunnen. Ja, zoek dat eens een keer op. Dat is in het Engelse. In het Engelse heb ik de hele Coronation Oath gelezen. Omwille van, als je die Coronation Oath zoekt online... Mm-hmm. In de katholieke encyclopedie van 1913, in de online versie, dan staat in de online versie iets anders erin als in de gedrukte versie. En ik weet dat omdat ik de gedrukte versie van de katholieke encyclopedie van 1913 hier heb. Ja.